Alex Pastoor, jullie sluiten het jaar in de Eredivisie heerlijk af met een 5-0 overwinning op directe concurrent Vitesse. Dat had jij van tevoren ook niet kunnen bevroeden, denk ik. Dat hebben we alleen maar gedroomd. Ja, je benaderde van tevoren deze wedstrijd als een finale. Die win je dan met 5-0. Ja, het moet ongelooflijk zijn. Ja, kijk, je bent al blij als je wint. Want uiteindelijk doe je daar alles voor. En als dan deze uitslag uiteindelijk op bord staat, dan ben ik dubbel zo blij en zo trots. Ja. Niet verwacht eigenlijk, maar ja, we hadden een afspraak. We zijn goed als team bij elkaar gebleven. Ja, na de 2-0 dan zie je wel dat we eroverheen willen gaan. Ja, wat een wilde. Ja, zo hadden we hem vooraf ingetekend. Ja. 5-0, ja. Toch een lekkere uitslag. Wij zijn blij. We deden het ook voor de supporters en voor de club. Jij beslist de wedstrijd definitief. Na die fijn aangesneden vrije trap van je maatje Koopmeiners. Lekker momentje bij de tweede paal, die vallende kopbal. Ja, ik zei het net bij ESPN ook al. Als die bal zo goed is, dan is het eigenlijk dat zo 50% van de goal. Dan hoef ik alleen nog mijn hoofd er tegenaan te zetten. Dus dat is mooi. En we hadden er ook een beetje op getraind deze week. Dus dat het meteen tot uiting komt, dat is alleen maar mooi. Ja, wat opviel was de gretigheid van iedereen. Ja, nou weet je, dat is iets waar ik het meest trots op ben. Natuurlijk die overwinning en een ruime, dat is mooi. Maar wij zijn gewoon doorgegaan met ons werk. En de spelers verdienen een compliment dat ze niet in het sentiment van slechte uitslagen zijn meegegaan, maar ook gewoon elke dag hun werk hebben gedaan. Nou, en dat heeft zich uitbetaald. We zijn niet zo slecht als die uitslagen deden vermoeden. Ja, en dan ga je de winter in met 16 uit 16. Lig je op koers eigenlijk. Ja, zo vind ik dat ook. Ja. Ja. Eigenlijk ongelooflijk, hè, als je bedenkt dat je gewoon debuutjaar in Eredivisie en dat je wedstrijden in de Eredivisie met Almere City met 5-0 kan winnen. Maar ook met 5-0 kan verliezen. Ja, sinds ik hier ben hebben we het altijd geroepen. Alle records gaan aan Vlaarden. Ja. Dus ook deze. En donderdag kan je weer een record gaan vestigen. Hè? Maar dan moet je nog wel even bij de les zijn tegen Katwijk, een geduchte tegenstander. Wij zijn bij de les, hoor.